Zo, wat een uitzicht, zeg, ja, over de stad. Ja, mooi, ja, we zijn hier wel op een hele bijzondere locatie. Atero, daar zijn we nou. Ja. En wist jij dat hier aankomende jaar 4 windmolens worden geplaatst? Ja, hier, dat weet ik. Hier komt dat Burger Windmolenpark, de Spinder. Ja. Dat klinkt weinig, hè, 4 windmolens. Maar weet je dat die energie leveren voor 7.500 huishoudens? Wow, veel. Dus dat is, zeg maar, Berkel en Schot, Udenhout, bij elkaar. En dan hou je nog een beetje over. Hoe zit het eigenlijk met gas? Ja, gas. Je hebt wel gelezen, denk ik, van het schaliegas. Ja. Hè? Onder Tilburg ligt een heel groot gasveld. Ja. Daar wil men naar gaan boren, althans dat wil men in Den Haag. Maar weet je, je moet allerlei chemicaliën de grond in pompen om dat schaliegas los te krijgen. Ja, wat gebeurt er dan met het grondwater? Je hebt het risico, heb je ook op naschokken. Ja, dat willen we gewoon in Tilburg niet. Nee. Dus de VVD heeft ook een motie ondersteund om het college opdracht gegeven om bij de minister in Den Haag ook te gaan klagen, te gaan protesteren, om te zeggen dat we daar niet aan mee willen werken. Maar wist je dat hier ook gas wordt geproduceerd? Hier bij Atero? Bij Atero. Ja? En waaruit? Uit het afval. Daar wordt gas uit geproduceerd. En weet je hoeveel? Nee. Wel 1000 kub per uur. Dus dat is echt behoorlijk. Ja. Ja. Nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld van om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Ja. En gewoon nieuwe energie te ontdekken. En wist jij dat hier ook aandelen verkocht werden in die windmolens? Oh nee, hier zo? Ja, dat wist ik niet. Gewoon als particulier. Als particulier €250 per aandeel kost het. En dat maakt het ook heel mooi een Tilburgs iets. Ja. En je hebt een aandeel, is goed voor de participatie, goed voor de duurzaamheid. Ja, en je hebt je eigen windparkje. En je hebt je eigen windparkje. Dus, hoe mooi kan het zijn? Nou, we dat meteen gaan regelen. Ja.